Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Ja, vandaag in Dommeland Live gaan we zwieren met de lampen, want Bar Bekelot bestaat namelijk 50 jaar. We gaan het hebben over een welbekende supermarkt hier in Bokstel die heel veel succes heeft met hun filmpjes op internet. En we gaan dino's vangen. Hier in Bokstel en dat alles onder de muzikale begeleiding vanuit Liverpool, niemand minder dan Shamona. Het is dinsdag 27 april, welkom. Ik moet eerst mijn excuses aanbieden, want ik zei april, maar het is natuurlijk juni. Ja, Bar Bekelot, wie kent het niet hier in Bokstel en omstreken? Bestaat 29 juni, 50 jaar. Bij mij op de bank Martijn Voets en Willem Voets. Super welkom dat jullie er zijn. Voordat we gaan praten, gaan we eerst even kijken naar een filmpje van Henk en Sis van Bilzen. Oh, cool. Ik ben een kinderpang in de ring. 67, oh ja. Ja. In het begin was het dus was het nog niet. Nee. Maar ja, dan ga je praktiseren. Hoe ga ik het oplossen? Ja, want het is uiteindelijk een soort studentencafé geworden. Hè? Dat wil ik even uitleggen. Ja. Dus dan ga je kijken, wat ga ik doen? Ja. Hoe ga ik het doen? Dus op een gegeven moment kwamen toch wat jongelui bij mij in de zaak. En dan ga je praten en denk je, ja, we mogen eigenlijk hier niet komen. Mag hier niet komen. Wie mag hier niet komen? Ja, de directeur van Hamel vindt het ook maar niet alles. Ik zeg, oh, Hamel niet erg. Dan gaan we het anders doen. Dan gaan we meneer Hamel maar uitnodigen. Dus ik heb de directeur van toenertijd HBS uitgenodigd. Die heeft kennis met mij gemaakt. Maar ondertussen, ze wisten al gelijk wie ik was. Waar ik vandaan kwam, want dat gaat toch heel vlug in het dorp. Dat is ook nieuws. Ja. Dus ze hebben kennis met hem gemaakt en gedaan. En toen heb ik gelijk een ouderavond georganiseerd. Van een hele hoop ouders. Hoe slim, ja. Ja. En die hadden mij gezien en die hadden de zaak gezien. En toen is het pas gaan lopen. Ja. Ja, mooi. Ja, mooi verhaal. Ja. Wauw, 50 jaar geleden alweer. Ja, we zagen fragmenten uit de keukentafel. Ja, Willem, volgens mij 50 jaar geleden was jij daar al te vinden. Ja, dat klopt helemaal, ja. Ik ben er vanaf het begin een beetje bij geweest. Ja, vertel eens, hoe was dat? Wat? Ja, dan is het met een gesloten deur. Dus ja, ik was toen wel een net manneke, want ik mocht binnen. Nou, en dan zit je daar met vrienden. Je gaat zitten toepen en zitten... Ja, dobbelen was toen nog niet, maar je moest altijd een rondje toepen. En, ja, op een gegeven moment had je een vaste plaats achter in het hoekje. En als je dan binnenkwam en er kwam iemand anders binnen, dan ging je achter de bar staan en je schoof vanzelf op. Dat je eigen plaats weer had. En op een gegeven moment waren er verschillende activiteiten. We hebben op een gegeven moment een keer met een hele club een pony geld bij elkaar verzameld om een pony voor de kinderboerderij. En op een gegeven moment waren we met een man of 14 op schoolreisje geweest naar de Efteling. Ja, volwassen kerels, ja, dan denk ik bij wijze van, was altijd wel leuk en er waren altijd wel activiteiten. Maar als ik me niet vergis, ben jij begonnen als barman daar of niet? Dat klopt. Na een jaar dat Van Bilzen daar draaide, toen zijn Wimke van Vlerenke, de Puk, en ik achter de bar gaan staan. Ja. Ja, en later komen er meer mensen bij, want op vrijdagmiddag was het, daar kwam de HBS toen de tijd binnenstormen en de boekentassen werden onder de tafels gesmeten. Nou, en dan was het twee kwartjes. We hebben nog een periode gehad, 3 van een gulden. Maar ja, daar zal nooit meer terugkomen. 3 biertjes voor gulden. Ja, maar dat is maar heel even geweest. Toen werd het 2 kwartjes. Want we hebben het over barman. Als ik het voor mij zie, Bekelot, ook van vroeger, ben jij daar eigenlijk altijd geweest. Ja. Wat deed jij toen daarnaast nog? Toen zat ik bij het leger. In het leger. En toen heb ik een tijdje niet bij Bekelot geweest, want toen zat ik in een opleiding in Roosendaal. Dus dan had ik geen tijd om naar de kroeg te gaan, want dan ben ik dus helemaal kapot. En dan had ik ook die opleiding niet af kunnen maken. Ja. Nou, en na die periode toen kwam ik bij de Parate Hap en op uitzending geweest in Nederland. Maar er zijn dingen, dat laat ik liever... De ene in 1981.
Ja, dus we gaan even iets verder. Toen nam je de kroeg over. 89. Of 89, 89? Ja. 89 nam je het over. Hoe ging dat? Nou, Wilma en ik hebben daar elkaar leren kennen. Ja. En ja, op een gegeven moment hebben we ons ooit gezegd van, dan gingen we naar, ik zei, nou, die kroeg wil ik nog wel eens ooit overnemen. Nou, en op een gegeven moment kregen we het horen van iemand van, ja, die kroeg staat te koop. En dan zaten we bij vrienden van ons, Jos van den Dungen, en ja, je door naartoe gaan zien, die we gaan doen. Nou, toen hebben we een gesprek gehad met Henk en Sis en een broer van Henk. En op een gegeven moment, ja, nou, dan gaan we kijken. Er werd de prijs gezegd en op een gegeven moment, ja, dan gaan we naar de bank toe. Nou, op een gegeven moment zijn we in Schijndel bij de ABN AMRO, of bij de ABN AMRO, nee, ABN. AMRO. Een bank. AMRO een bank. Een bank. Bank. Nou, en ja, binnen 3 weken was het allemaal geregeld. Nou, en toen liep er iemand die werkte bij de oude bank hier en die zei van, ja, je krijgt dat nooit geregeld, want je bent niet bij ons geweest. Ja, er zijn meer banken, dus, ja. Maar dan zouden we 1 augustus zouden beginnen. En toen werkte Jos van der Goor nog bij de gemeente, Bokstel. En op een gegeven moment zei Jos, we hebben de vergunning nog niet binnen. Dat kan niet, want het bewijs van goed gedrag van Wilma, het valkenswaard is nog niet binnen. Ik zeg, Jos, toen was het 2 jaar. Dan is er nog geen moord gepleegd, denk ik. Nou, dat gaat niet. Ja. Maar toen zijn we dus 15 augustus begonnen. Want op een gegeven moment kwam het bewijs voor goed gedrag van Wilma. Ja. Toen ze 2 was, kwam daar bij de gemeente Bokstel binnen. En hoe was die overgang? Want Henk en Sis, die waren hier in Bokstel ook echt aan Bekelot, Bar Bekelot verbonden. Hoe was het voor jullie? Nou, dat was, ja, het liep vrij soepel, omdat ook een heleboel mensen mij kenden. Ja. Ook van vroeger van de kroeg en zo. En daar de ouders wel van en daar de kinderen wel van. Die kenden mij dus ook en ja, dat liep wel een beetje door. Ja, de mensen accepteerden het. Ja, ik was ook een echte bokselaar, dus. Want ik ben geboren in Café de Borrel. Ja, nu Café de Borrel. Nu okay. Café de Borrel, ja, ja, daar ben ik geboren. Echt? Ja. Dus je bent eigenlijk al... Ik ben gewoon 50 of 100 meter verderop gaan zitten. Tussen het bier. Oh. Maar hoe was dat? Want je had het al over Wilma, over je vrouw. Hè? Jullie hadden ook een gezin. Hè? Jullie kregen een gezin. We hadden 3 kinderen. Dat lijkt me geen makkelijke iets om te combineren. Onze Rob was 12, hun waren 10. Ja. Nou, en op een gegeven moment, ja... Je mag wel een keer mee naar het café toe, maar op een gegeven moment brachten ze allemaal vriendjes mee. Ja. En toen ging die show hem al zo hard. Ik zeg, nou, die vriendjes laten we maar eens thuis. Want... Ja, dat begon het mee, ja. Dat begon het mee. Ja, en als Tom, die had ook een keer een leuke actie in het voorraadhok. Van, ik denk, god, waarom zit er nou geen koolzuur meer op die cola? Had je me eens al die doppen doorgeprikt. Oh, echt? Maar dat is allemaal goed gekomen. Ze hebben later allemaal heel veel meegeholpen, onze Tom ook en ja. Hun. Rob en Martijn nog steeds heel veel. Yeah. Want met deze festiviteiten is Martijn en Elise Doeverhans. Ja, die zijn 2 superkrachten. Yeah. Ja, Martijn, ook welkom. Dat je ja, bent, dank sowieso. Je, dank je. Hoe was het voor jou om op te groeien in een kroeg? Op zich wel grappig eigenlijk. In het begin, we zouden daar boven gaan wonen. Mm-hmm. En dan was het allemaal nieuw en grote zolder en ik denk, ja, dat wordt hem. Ja. Maar uiteindelijk zijn we langs de kroeg gaan wonen, kwam huis te koop, bladibla. Maar in het begin had ik helemaal geen verstand van horeca. Ik zei horeca en ik denk, ja, wat ben ik nou aan het doen? Maar inderdaad, waar je net al zei in het verhaal, op een gegeven moment kreeg ik heel veel vrienden en denk, ik vond dat leuk. Maar uiteindelijk had ik zoiets van, goed, jongen. Ik kom ook wel een keer bij jullie thuis en dan was er niks, dan was er niemand thuis, snap je? Ja. Maar uiteindelijk al die jaren opgegroeid in de horeca, superleuk, veel mensen leren kennen. Ja. Jong, oud. En wat ik nu leuk vind, is dat je de ouderen weer ziet en dat daar weer de kinderen van komen. En dat is de kracht van Bekelot, denk ik. Ja. Dus ik vind het hartstikke leuk. En 50 jaar Bekelot, we zijn al 3-4 maanden bezig. En de receptie is nou bezig. Dus wij komen er zo aan. Ja. Dus het is hartstikke leuk. Ja. Maar we waren af en toe wel een beetje vermoeid. Maar ja. Ja, maar ik bedoel ook te zeggen, hoe was het toen jij de jongen van 10 was die daar rondliep? Hoe voelde dat voor jou? Want je ouders hadden in één keer een kroeg. En, ja, nee, maar we werden wel een beetje achter de schermen gehouden. Want het was 16 jaar natuurlijk, 16 jaar en ouder. Toen al. Maar
toen zijn we, ik ben vanaf mijn 16e wel meer in het café gekomen en daarvoor niet echt. Ja, overdag voor de afwas enzovoort. Ja. Onder aan de trap beginnen en dan zien we wel. Ja. Ja. Ja, en in Beekelot, ik ken het van vroeger nog, als je daar klaar was geweest, met, ik ben er niet zo vaak geweest, als je met HAVO klaar was, hè, dan gooide je tas weg, toen kon dat allemaal nog. Hè? Ja. Ja. Dan hadden we de jonge kant en de oude lulle kant, ook wel het M-house genoemd. Klopt. Hoe is dat ooit ontstaan eigenlijk? Nou, was het door ons, hem? Wij waren Beekelot begonnen en dan zouden we aan de andere kant, waar vroeger de Chinees zat, zou ik croissant 3 gaan maken. Mm-hmm. Maar toen ging Beekelot weer wat draaien. Ik zei wat ik kan doen wilde, maar ik zeg maar, ik ga niet van s'morgens 8 tot 's nachts aan het werken. Dus die croissant 3. Ja, maar dan maken we maar een barretje van. En op een gegeven moment, die bar die daar nou in staat, die had vroeger in Hotel Victoria gestaan op de markt. En die heb ik gekocht van Van Berkel, mm-hmm. want die kwam bij mij tijdens de verbouwing van, ik heb een leuke bar. Ik zei nou, kom kijken. Zeg maar, hij moet hier nog wel even blijven staan, want ik kan hem nou nog niet gebruiken, want we zijn volop met de verbouwing bezig. Ja. Nou, en die bar die staat nu weer terug in het centrum. Ja, en die is meer dan 100 jaar oud, dus dat was ook wel geinig. En toen met het afscheid van Henk en Sis, toen kwamen wij er ook mee als nieuwe eigenaren dan. En toen hadden ze op een gegeven moment, waar wij ons hadden leren kennen, had Sis een orchidee op die plaats neergezet. En dat vonden wij ook wel zo super. Ja. Dat is wel mooi. Ja. En wat is volgens jou, Martijn, als je kijkt naar Beekelot, hè, want jij kijkt er weer vanuit jouw visie naar. Wat is nou de kracht van Beekelot? Ik denk het samen zijn bij elkaar. Dat mm-hmm. je elkaar een beetje ook respecteert, maar gewoon wat ik net al aangaf, hè, er komen oudere mensen en daar komen de kinderen weer van. Ja. Er zijn zelfs opa, zoon en kleinzoon. Dus, ja. Drie generaties. Ja, het is een bepaalde verbondenheid met elkaar toe, denk ik. Ja. En, maar is dat wel een beetje de kracht? Denk ik. Heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld, hè, jullie organiseren verschillende evenementen, hè, ook het bierstraatje bijvoorbeeld. Ja. Is dat ook iets waar jullie echt voor staan als bar? Of willen Ja. Nee, leuk. Zo'n evenement is ook wel belangrijk om andere mensen weer te ontmoeten en weer terug te krijgen in het café of de markt op. Hè. Dus, ja. Maar dat is wel belangrijk, ja. Ja. We hebben wat dia's van jullie. Kijk oh jee. Wat zien we hier, Willem? Kun jij eens dat even vertellen? Dat is in de beginfase van Henk van Bilzen. Ja. En dit is de jonge kant, als ik het dan niet vergis. Ja. Ja, precies. Want er was aan de andere kant nog een slagerij. Ja. Toen hij daar begon. We hebben volgens mij nog meer dia's. Ik weet niet. Wat is dit? Ja, dit is mijn carnaval hier wel. Volgens mij is dat die links, dat is Hans Bevers. Ja. Oh ja, ik zie de prins inderdaad staan. Nou, we hebben er nog meer. Oh ja, wie stonden er op de zwarte lijst? Want daarboven staat zwarte lijst. Die werd meer als schijn gebruikt. Oké. Als jij een keer goed dronken was geweest, dan had ik kans dat ik bovenaan kwam te staan. Maar dan kwam je ook niet meer binnen? Of, jawel. Of dan moest je eerst even een woordje met jou? Ja, dan moest je een woordje met mij. Nee, dat was bij verbeelden al. Oké. We hebben er nog meer. De show waar die dit zijn de show waar die waddies. Oh, de carnaval. Zien we jou daar links nou? Ja, met de zwarte nog. Ja, precies, daar links. Dat is ook zwart weer. Ja. Dus dan. Dit is Peter van Roosmalen, Jan Harmeling en Erik Fokkerman. En helaas zijn die twee achters al heel vroeg overleden. Hmm. Jantje. Jan en Erik. Erik was 6 of 27, Jan net 50 geloof ik. De beroemde deur van Henk van Bilzen met het lijkje is er nog. Die wordt weer gebruikt. Die komt morgen weer. Die wordt morgen weer geïnstalleerd. Ja, want vertel, kun je daar iets over vertellen? Ik kan wel iets over de deur vertellen. Hij is gewoon louis-zwaar. Dat ten eerste. Ik ben er wel doorheen gekomen en eruit gegaan. Maar ik denk dat de historie van de deur sowieso wij kan vertellen. Of inderdaad meneer van Bilzen bellen en het welbekende Viltje Vol erop. Maar die deur, daar kan hij best iets over vertellen. Want, dat is voor mij de historie. Maar... Ja, ik zei het net al, hè, vroeger gooiden wij onze tassel onder de bar of ergens achterin. En dan happelijkee, en dan stond het te feesten tot een uur of 8, 9. En dan net doen alsof je niet dronken was, ging je naar huis toe. Ja. Tegenwoordig is de leeftijdsgrens 18 geworden. Hoe is dat voor jullie? Nou, dat is een stuk slechter in ieder geval. Hè. Ja. Wij handhaven de boel. En er zijn bedrijven die het niet doen. Mm-hmm.
Maar wij hebben al ooit eens een keer een boete gehad. En dat was in de gulden tijd. Dat er iemand van het VWA binnen was. En dat kostte 960 euro. Of gulden. En dat is zuur geld. Dan moet je toch veel glazen bier weer verkopen. Ja, dat snap ik. Maar dat is hetzelfde met het rookbeleid. Ja, dat is ook een klap voor de horeca. Ja. 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 En als je te kijkt naar vroeger. Hè, vroeger werd er een pilsje gedronken. Of volgens mij noemden mensen het ook een hoedje bij jullie. Hè? Dat was zo'n wit biertje. Dat klopt, ja. Zonder een merk te noemen in zo'n groot glas. Merk je nou verschil wat er tegenwoordig gedronken wordt of niet? Er wordt steeds meer speciaal bier gedronken. Ja? Ja. Speciaal bier is een stijgende lijn. Als je gaat kijken in Nederland, er zijn nu al meer dan 350 kleine brouwerijtjes. We hebben meer brouwerijen in Nederland dan ze in België worden. Ja. En met Brabant op nummer 1 volgens mij, op dit moment. Dat kan wel, ja. 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 Hey, even terug naar de 50 jaar. Ik begreep ook dat er oud personeel weer kwam werken. Ja, ja. Dat is zaterdag. Ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar nee, ja, het is gewoon, we hebben timetable van 3 tot 7. Het zijn alle oud-tappers van Henk van Bilzen. En van 7 tot de late uurtjes al het oud personeel van Willem en Wilma. Ja. En ik hou niet mijn hart vast, ik heb er wel zin in, maar ik denk dat het één groot feest wordt. Ja, want waarom moeten de mensen nou echt naar jullie toe komen om de feest te vieren? Nou, ik denk als de mensen het weten of via Facebook of de krant en zo, het wordt gewoon één grote reunie. Ja. Eén grote reunie en het wordt gewoon supergezellig. Genieten en proosten. Oud en jong. Ja. Ja. Mooi. Wat leuk. Er zijn oude gasten die buiten Boksel wonen, die zeggen van, ja, maar kom, we zijn er. Ja. Want dat was vroeger mijn kroeg. Ja. Dus ja, we zien wel wat er op afkomt. Ik durf ook keren. We weten het niet, maar oude tijden gaan herleven. Goed zo. Ja, goed gaan we doen. Goed zo. Ik wil jullie heel veel feliciteren alvast met jullie 50 jaar. Dank je wel. Ik ga snel naar je receptie toe. En ja, dank dat jullie er waren. Ja, goed zo. Oké. Okay. En wij gaan naar Shamona, want die treden bij ons op vanavond. En I think we're gonna speak in English. Yes. Yes. I've got a microphone here nice. For you guys. I thought it was Liverpool. Eh? You're from Liverpool? Yeah. From Liverpool, yeah. And what do you do here in Holland now? Oh, we're on tour. We've come over on tour to play some acoustic shows in Holland. It's our first time, but we're really enjoying it. Yeah. Yeah, it's really good. Yeah. And you were in Live in Liemde? Live in Liemde, yeah, the festival. It was we played 4 shows in one day. Yeah. Sold plenty of CDs, gained lots of fans. It was great. We loved it. Hospitality was great. Yeah. Yeah. And you're now here in Holland. Where do you stay? We're staying in Liemde. We're on a farm, so there's chickens, there's dog. There's a dog, a deaf dog. It can't hear, so we can practice. He can't all hear. we can play as late as we want because the dog can't hear us. Yeah, deaf dog, but it keeps eating all our biscuits. You know the biscuits, sweets. The dog keeps robbing all of the biscuits. So true. We practice, and then the dog just eats the biscuits, and we're like, whoa. Yeah. But you're now in Liemde. Yeah. You already went to Amsterdam? Or? No, we're going tomorrow. Tomorrow's Amsterdam, yeah. Really? To have a look around and see the sights of Amsterdam. All the sights of Amsterdam. Yeah. Great. Welcome in Holland. So what are you going to play some songs for us? Yeah, we're going to play What are you going to play? We're going to play a track called Free Fall. Free Fall. Free Fall, yeah. Okay, I wish you all the luck. Thank you very much. Thank you. And I know it's cruel, but it's only you I hate. I can take your fear and make you feel okay, but I leave it here cause I like to see you shame. Used to be okay, now you're getting in my way. And the thoughts inside my head are the things you should have said. Free fall, and I'm tearing at the seams of my hopes and shattered dreams. Free fall, and I'm trying to work it out, but I'm heading for the ground in free fall.
and tear. And you hold me down with stories I pretend. Behind your eyes are the evil cries you sell. And they cut me up and I just can't contend. You let me know, you let me get so close. And you let me down a street full of things I could not keep. Free fall, I'm tearing at the seams. I'm a host of shattered dreams. Free fall, I'm trying to work it out. But I'm heading for the ground in free fall. Tearing at the seams of my hopes and shattered dreams. Free fall, and I'm trying to work it out. But I'm heading for the ground in free fall. In free fall. In free fall. We're gonna see you guys later. Thank you so much. Ja, helemaal uit Liverpool gewoon hier gekomen, hè? Bizar. Ja, het zal niemand ontgaan zijn. Albert Heijn Bokstol die maakt grappige, ludieke filmpjes op het internet. En het is een enorm succes, daar gaan we het over hebben. Vanuit de bank Ronald de Jong, eigenaar mag ik zo noemen, hè? Jazeker. Eigenaar, ja, Albert Heijn, ja, Bokstol, ja. Peter Lubbers en Roy van Diessen. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Leuk om hier te zijn. Ja, dankjewel. Ja. Mag ik nou zeggen, is dit nou het Dream Team? Nou, het Dream Team is veel, veel groter hoor. We zijn met velen. Maar toevallig willen zij mee met mij vanavond. Ja, Peter is wel een ster, Roy is ook een ster. Ja, we hebben alleen maar sterren eigenlijk. Hè? Mogen vaak opdraven in de filmpjes. Ja, zeker. Ja? Ja. 200 sterren. Ja, ongelooflijk, 200 mensen. En voordat we er nog meer over gaan vertellen voor de mensen die het thuis misschien... er kunnen mensen zijn die het misschien niet gezien hebben. Laten we even kijken naar een filmpje aangaande de Efteling, wat een groot succes was. Super. Ja. Wie is het brein nu hierachter, achter dit idee? Nou, we doen het met z'n allen. Ja. En de ene keer heeft de ene een idee en de andere keer heeft een ander idee. En dan komt het samen en dan komt er steeds meer bij. Het is maar net hoe het thema is. Hè? En in één keer schiet er bij iemand wat binnen. Ja. En dan zegt er eentje, hey, oh, misschien wel leuk om dit te doen. En ander zegt, hey, leuk om dat te doen. Nou. En zo ontstaat iets. Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, het gaat nu hartstikke goed. De films worden goed bekeken. Gaan mensen nu niet, heb je niet nu een soort ideeënbus voor het personeel of zo? Dat is een goeie. Ja, ik weet het niet. Ja, dat zou eigenlijk moeten doen. Ja. Aan de andere kant, het blijft hobby. Ik bedoel, hier zitten de professionals, wij zijn de amateurs. Hè? Mm-hmm. Dus we doen het echt omdat we het leuk vinden en het is geen moeten. Dus... we houden het echt, als we een leuk idee hebben, dan kijken we of er iets wordt en dan zien we het wel. Dus het is geen moetje, het is omdat het leuk is. En dat is denk ik ook misschien wel een beetje de kracht van het hele verhaal. Ja. Want ja, het is niet perfect, maar het is wel geestig. Hoe is dat voor jou om iedere keer in die filmpjes te moeten staan? Niet erg, ik vind het leuk. Ik heb er geen moeite mee. Ik vind het geinig, doe er graag mee. Klanten vinden het leuk. Geen probleem. Ja. Ja, lachen. En jullie kregen met dit eerste filmpje enorm veel aandacht. Hè? Ook landelijk kwam er media voorbij. Ja. Hoe was dat dan? Leuk hè. Eerst begint het met een kleinje wat op internet opgepikt. Social media. Vervolgens Brabants Dagblad.
daarna in één keer tring-tring hart van Nederland. Wat gebeurt hier? Ja, die staan in één keer voor je neus. Ja, dan is het wel even iedereen opbellen. Jongens, dit gebeurt er nu. Extra nieuwsbrief eruit. Iedereen, jongens, vanmiddag opnames. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. 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 Wie filmt dit nu eigenlijk? Of hoe gaat het? Wordt het gebeurd gewoon op een telefoon? Of, Soms een telefoon, ja. Echt? Ja, gewoon een telefoon op zak. Maar we hebben ook zo'n hele kleine handicam. En de ene keer pakt hij hem, de andere keer hij en de andere keer ik. Het is maar net hoe het uitkomt. Maar er zijn ook andere collega's die filmen. Dus hier pak jij maar even. Ja. Het is gewoon heel simpel. En is iedereen nou te porren om mee te doen aan die filmpjes? Nou, niet altijd hoor. Sommigen zeggen, nee, sla mij maar eens even over. Ik hoef niet. Nou, dat hoeft ook niet. Hè. Dat is geen probleem. Maar over het algemeen is wel veel enthousiasme om mee te doen. Dat zag je aan die laatste opname. Waar we met ruim 100 mensen daarvoor stonden te springen van links naar rechts. Ja. Ik stond ze trouwens aan te moedigen. Dus ja, die gaan, volgens mij zien we die straks ook nog voorbij komen. Als je kijkt hè, naar die filmpjes. En jullie krijgen enorm veel mensen dagelijks over vervoer. Wat is het effect van die filmpje? Ja. Ja. Krijg je terug? Ja, zeker weten. Zeker weten. Heel veel mensen, van jong tot oud. Sommige collega's worden op het schoolplein aangesproken. Sommige bij het spotten of wat dan ook. En in de winkel ontzettend veel. Ja, kan je het in cijfers uitdrukken? Nee, maar het voelt wel heel goed. En het is een leuke sfeer, zowel voor medewerkers als voor de klanten. Ja, ja absoluut. Ja. Maar is het voor jou ook een soort van branding dan, Ronald? Want ik kan me voorstellen, je maakt een soort community van mensen. Als ik als tiener die net een baantje kan krijgen, dit zie, dan wil ik bij dat vette bedrijf aan de slag. Ja. Die filmpjes maakt. Ja, er zit geen achterliggend plan achter. Het is geen hogere wiskunde. Het is gewoon omdat we het wel geinig vinden. Ja. En daar ontstaan leuke ideeën van. Dus het is niet heel moeilijk. We doen het gewoon. En de energie die je ervan terugkrijgt, dat is wel heel erg bijzonder. En dat geeft de motivatie ook om toch iedere keer nog net wel even te proberen om er nog iets leukers van te maken. Ja, ik zag dat, ik had het opgeschreven net toevallig. Het laatste filmpje is al over de 50.000 keer bekeken. Ja. En net was het 936 keer gedeeld. Ja, bizar hè? Hoe dan? Ja, zeg maar. Ja, ik zag je er niet tussen staan. Maar hoe? Hoe? Ik denk dat menig artiest daar, die zonder hele lelijke woorden te noemen, die wilde alles voor doen om zo'n succes te hebben. Snap ik. Ja. Ja. Je ziet het ook zo. Ja. Laten we even naar kijken naar het filmpje. Fantastisch. Ongelooflijk. Mooi. Iedereen zet het met zoveel enthousiasme. Ja. Hoe laat... Het was trouwens daar 33 graden. Echt? Ja, want dat vroeg ik me net af. Van wanneer neem je dit op? Dit was woensdagavond om 9 uur. Na sluitingstijd. En bloedheet. Ja. En de eerste keer was een drama. Toen ging de helft wel naar links en dat ging niet helemaal goed, dus dat moest overnieuw. Slechte regisseur. Dus, Ja, jij is gewoon een slechte regisseur. Ja, dat ging niet goed. Maar ja, kwaliteit, hè, dan moet het overnieuw, hè. Ja. Dus toen mogen ze nog een keer... Ronald, om over jou te hebben. Je doet van alles, hè. We zien een mooie actie voorbij komen in de gemeenschappen. Doe je ook veel. Je hebt met een danswedstrijd meegedaan. Je was... vorig weekend nog te zien in de theaterproductie Witte Geit. Hoe was dat voor jou? Ja, dat is fantastisch. Leuk om een keer te doen. Ja. Ik ga er eigenlijk niet verder. Dat was wel één keer. Ja. Maar ik hou ervan om leuke nieuwe dingen te doen. En dit was echt iets nieuws wat ik nog nooit gedaan had. Ik vond het super spannend. Maar ik vind het ook leuk om met lokale initiatieven mee te doen. Zoals de Dino-app bijvoorbeeld. Ja. Noem maar graag aan mij. Maar ook de ijsbaan. Ja, weet je, dat zijn mooie events waar we graag een bijdrage willen leveren. En waar wij, ons ook lokaal mee op de kaart kunnen zetten. Ja, want jullie steunen heel veel, ook veel cultuur hier in Boksen. Wat is jouw visie daarachter eigenlijk?
Ja, nou, eigenlijk ook niet zo heel ingewikkeld. Wij willen gewoon meedoen en wij willen gewoon zijn waar ook onze klanten zijn. En wij proberen daar wat leuks van te maken. En nou ja, zolang we er lol in hebben, dan gaat het goed. En anders moeten we een keer iets anders verzinnen. Ja, nee, maar ik bedoel ook het meedoen aan evenementen. Met jullie steun kunnen er veel dingen toch gebeuren op dat moment. Ja, nou ja, wij doen gewoon graag mee. Net wat ik zeg. Wij werden toevallig vandaag weer benaderd door scholen om iets leuks te gaan doen. Daar hebben we ook leuke ideeën over. Ze weten het zelf nog niet, maar we gaan er echt iets moois van maken. Je had het net over de Dino-app. Daar gaan we het straks ook nog over hebben hier in de studio. Daar krijgen we straks mensen over. Maar laten we even naar het filmpje ook kijken. Ja. Wat is het volgende filmpje? Verrassing. Ja, toch? Ja, we hebben iets op de korrel. Binnenkort dan komt er weer een leuke lokale activiteit. En daar gaan we iets mee doen. We hebben er wel even over nagedacht. Maar ik ga niks zeggen, want dan is de verrassing natuurlijk af. En er kan zomaar inspiratie tussendoor komen. Ja, want het verandert onder havenklappen. Maar dus ik zit ineens te denken, is het niet leuk? Je hebt zoveel views, hè? Mensen volgen jullie. Die vinden het bijna... weet je wel, het trekt enorm aan, die filmpjes. Is het niet een idee om het een keer om te draaien? Het schiet me nu te binnen, hè? Om het om te draaien en te zeggen van... Laat de klanten eens een keer iets insturen. En daarmee kunnen ze een soort hoofdrol of een sterrenrol winnen in jullie filmpje. Briljant. Ja, wij doen mee. Ja. Probeer het ook eens. Ja. Nee, maar ik weet het oprecht. Ja, dat is misschien, is dat geen leuk idee? Ja, geniaal. Hoef niet voor dit idee te betalen. Nee, maar om je publiek eigenlijk, de mensen die jullie filmpjes kijken, om die eens een soort sterrenrol te kunnen verloten onder die mensen. Ja, goed idee. Komt goed. Ja hoor. Morgen opnames. Ja, nou, het is morgen misschien wat snel, maar gaan we eens over nadenken. Goed, ik denk dat het leuk is om te doen. Maar misschien wel met een hele grote groep klanten voor de deur van links naar rechts. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Nee, we gaan zeker wel, als we leuk ideeën hebben, gaan we weer wat nieuws verzinnen. Ja. En er komt wel weer iets. Goed zo. Ik wens jullie heel veel succes. Op naar nog veel meer likes, views en noem het dan maar op. En heel erg tof wat jullie doen. Dankjewel dat jullie er zijn. Waren. Dankjewel. Ja, ik zei het net al, Shamona, kom bij ons terug. Guys, what are you gonna sing for us? Rich Man's Sake, song called Rich Man's Sake. Rich Man's Sake. Yeah. We good to go? Good. Sick. Pick up a new
being spoken in rich man's ear. Oh, the rich man's sick. Oh, the rich man's sick. Oh, the rich man's sick. One song at the end, hè? Hey? Yeah. Oh, thank you. Thank you. Ja, we zien ze zo nog terug. Ja, dino's vangen. Dat kan hier in Bokstel tegenwoordig met een app. En daarmee proberen de ondernemers ook een klein beetje op het succes mee te gaan van het Oertijdmuseum natuurlijk hier in Bokstel. Waar maar liefst 75.000 bezoekers per jaar naartoe komen. Dus de dino's kennen we hier natuurlijk al een beetje in Bokstel. En bij mij op de bank om erover te praten, Barry Dankers, Centrum Manager. En Freddy Steger van communicatieplein.nl. Yes. Zeg ik het goed? Ja, die .nl weet ik niet waar die vandaan komt, maar... Oh, communicatieplein. Ja, heel goed. ik weet niet of dat je website is, maar hebben een beetje promotie gemaakt. Wat is jullie taakverdeling? De taakverdeling is geweest dat... ik moet eigenlijk even anderhalf jaar terug. Toen is de René Fraaien, de eigenaar van het museum, in gesprek geraakt met de gemeente... over een bijdrage van de gemeente aan het museum. Dan heeft de gemeente gezegd, dat is goed, maar dan moeten we wel een verbinding gaan leggen tussen je museum en het centrum. Ja. Nou, toen is Ferdy erbij betrokken geraakt als communicatieman, zeg maar, om alles beter onder de mensen te brengen. De ideeën, mag ik dat zo zeggen? Ja, onder andere. Ja. En toen heeft René op ergens een Engels eiland... een augmented reality gezien, dus een virtuele wereld in een echte achtergrond. Die combinatie zoals we hier nu die app hebben. En met een werkgroep, al pratende, zijn we eigenlijk gekomen tot hetgeen wat we nu hebben. Ja. Dus maar Ferdy is met name voor de communicatie, de reclame, de promotie en al dat soort zaken erbij betrokken geraakt. Ja, want we hebben dat net al, een soort combinatie. Maar wat is nou het echte doel van deze actie? Het doel is inderdaad om mensen die in het museum zitten, naar het museum gaan, om die gewoon toch ook naar het dorp te halen. En eigenlijk hier nog een stukje extra entertainment te overhandigen. Mm-hmm. Maar ook dat die bezoekers ook gebruik maken van de winkels en eventueel ook eetgelegenheden om gewoon... Want het zijn er 75.000, dus best wel wat. Mm-hmm. Nou, als daar een groot percentage toch naar deze kant uit wil komen, dan heeft het centrum heeft daar best wel veel voordeel bij. Ja, want is het echt alleen voor die doelgroep dan gericht, voor die museumbezoeker? Nou, daar start het natuurlijk. Hè. Ja. Degenen die geïnteresseerd zijn in dino's, die komen natuurlijk of naar het museum of zelfs gelijk naar het dorp. Hè, dat kan natuurlijk ook. Als ze zeggen van nou weet je, we vinden het eigenlijk alleen maar leuk om in het dorp rond te lopen en die dino's te bezoeken. Dan kan dat natuurlijk ook. Ja. Laten we eens even kijken naar een filmpje over de app. Wat hebben jullie gedaan met Tim en Emma? Nou, dino's gevangen. Ja. Met waren een beetje roze. Dino's. Een beetje roze. Ja. Wat deed hij? Hij deed vliegen daar rond die kerk. Huh?
Heel dicht bij ons. Ze waren wel heel erg klein. Er wordt een virtueel beeld geplaatst in de echte wereld, in een echte achtergrond. En omdat wij een dinosaurus oertijdmuseum hebben in Boksel, hebben we die verbinding gelegd om overal in Boksel dit soort markers te plaatsen en dinosaurussen tot leven te laten komen. Ik heb net een dino gevangen, okay. Een dinosaurus T-Rex Rex. Mooi. Ja, hoe kunnen de kinderen deelnemen eigenlijk? Door een app te downloaden. En daar heb ik op dat filmpje aan de kinderen proberen uit te leggen. Maar we hoefden niet, want na 4 seconden begonnen zij het aan mij uit te leggen. Dus dat is gelukkig geen hindernis met die jeugd. Maar ze kunnen de app downloaden en dan kunnen ze dus op 7 plaatsen in Boksel. 1 bij het museum, ja. En 6 in het centrum kunnen ze dus inderdaad een dino zien, virtueel, en vangen, dat wil zeggen een foto ervan maken. Ja, precies. En is dat een gratis app dan? Ja. Ja, ja, precies. Ja, dat was eigenlijk de eerste voorwaarde die we met z'n allen stelden, dat het vooral gratis moest zijn. Ja. Dus, en op, waar je net aan Ferdi vroeg, van, is het alleen voor de bezoekers van het museum? Ik bedoel, het kan natuurlijk ook omgekeerd werken. Mm-hmm. Dat mensen in Boksel zijn, de dino-app downloaden, de dino's zien in het dorp, ja. En denken, god, we gaan een keer naar het museum. Ja. Dus dan werkt het 2 kanten op. Ja. En hebben dino's, het, kinderen. Weet je trouwens wat het meervoud van dinosaurier is? Moet ik dat weten? Nee. Weet jij het? Weet het wel, al vroeg je het niet. Nee, maar wat is het meervoud van dinosaurier? Ja, dino's. Voor ons dino's. Dinosauriërs. Ja, is dat maar zo? Goed, ja, even, heb je het dan, ja, toch weer geleerd. Ja, hè? Ja, maar wat kunnen de kinderen nou leren, de kinderen, met deze app? Zit er een soort leerdingetje achter of is het alleen maar fun? Er zit fun in, maar er zit ook informatie over de dino in. Dus als ze hem gevangen hebben, dan komt hij automatisch in, klein bibliotheekje te staan. Ja. In het bibliotheekje daar staat ook gelijk de informatie over wanneer hij geleefd heeft, waar hij geleefd heeft, hoe groot hij is geworden, hoe oud ze zijn geworden, et cetera. Van dat soort dingen. Dus het is ook een stukje leerzaamheid. Wauw. En welke dinosauriërs kunnen ze allemaal vangen dan? Ze kunnen een Velociraptor in de Stationstraat, ja, bij Mosasaurus in de, bij Van Dommelen. Op de markt er staan een Brachiosaurus, een langnek. Je hebt een hoe heet die vliegende ook alweer? Pteranodon. Ja, Pteranodon. Nou, Pteranodon. Hey. En bij de kerk en een Tyrannosaurus Rex. Ja. Bij de Deken de Wijstraat. Ja. En ik kan me voorstellen dat de kinderen die downloaden die app, die willen zo snel mogelijk dat doen. Is het raadzaam om die kinderen alleen door het dorp heen te laten rennen? Nou, de opzet van de app is eigenlijk dat, laat ik zo zeggen, de doelgroep op het museum zijn, ja, ouders, grootouders met hun kinderen, kleinkinderen. Ja. Kinderfeestjes, dat met name de kinderen tussen de, zeg maar, 6 en 12, 4 en 12, dus de basisschoolkinderen. Mm-hmm. Nou, die komen, als ze naar het museum komen, niet daar alleen naartoe. Dus die gaan daar wel zeker met hun ouders naartoe. En de bedoeling is natuurlijk dat ze hun ouders, grootouders verleiden om mee naar het centrum te komen. Ja. Dus de kinderen zullen niet alleen door het dorp gaan racen. Nee. En hoe lang duurt deze actie? Onbeperkt. Ja? Ja, die, ja, duurt net zo lang als het de dinosaurus geleefd hebben, zeg maar. Is de bedoeling. Dus die bordjes, ja, die zijn eigenlijk helemaal met mos. Maar het loopt door, hè? Ja. Kijk, want wat je nu ook hoort van het zijn 7 dezelfde dino's die je ziet, zeg maar virtueel. En dat klopt ook, maar het zijn natuurlijk elke keer nieuwe, andere mensen die er naar komen kijken, hè? Die naar het museum komen en verleid worden het centrum te bezoeken. Ja. Want zijn er eigenlijk nog naast deze actie of campagne nog andere campagnes gepland? Ja, we hebben. Hij is net gestart. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk een aantal acties eromheen geweest. En weet je, het is nu ook aan de centrumondernemers om te kijken wat kunnen we allemaal doen. Mm-hmm. En je ziet er al ontwikkelingen in. Hè. Zo is er ook iemand die heeft al koekjes in de vorm van dino's. Worden prints gemaakt op beddenstoffen van dino's. Dus er gebeurt daar wel iets omheen. Ja, kinderkleding, komen dino-prints op komende wintercollectie. Dus, echt? Ja. Zo. En dat is natuurlijk ook het
wat de ondernemers nu mogen gaan uitrollen, hè, en gaan verzinnen. Ja. Om het leven dicht te houden en te maken. Ja. Plus de groot aantal echte dino's die al links en rechts op Boksel verspreid zijn op het moment. Hè. Ja. Met het klapstuk, zeg maar, de rotonde van Hoogheem. Ja. De grote dinosaurus die daarop staat. Ja. Wat zijn de reacties eigenlijk op dit moment van mensen, van kinderen? Wat zijn de reacties? Ik heb wel onlangs een reactie teruggehoord van René Vraaien. Die kreeg een mail van een centrumondernemer van: ik krijg nu allemaal mensen binnen die het allemaal over de dino's hebben. Ik ken die mensen niet, dus die komen van buiten Boksel. Ja. Dus je ziet nu wel dat het ook gaat werken. Ja. Dus een stukje bij beetje, maar ja, je moet ergens beginnen. Ja. Het is een beetje gericht op, hè, we hadden de Pokémon-rage, daar lijkt het een beetje op. Qua concept, hè, vangen. Wie heeft deze app eigenlijk ontwikkeld? Dat is een Mike Visser. Is een ontwikkelaar uit Alkmaar. Die heeft er met een club mensen uit Groningen. Mm-hmm. Hebben die app ontwikkeld. Maar het idee van de app, zeg maar, de ontwikkeling, is eigenlijk van uit het bordje van ja, de werkgroep, maar wel uit de René Vraaien gekomen, vanuit het museum. Ja, ja. Dus het idee om dit te willen. En het grote verschil met Pokémon Rage is natuurlijk dat deze dino's hoeven niet gezocht te worden. Het is gewoon bekend waar ze staan. Op de app staat ook een plattegrond met een aanduiding waar je ze kunt vinden. Mm-hmm. Dus de gevaarlijke toestanden van mensen die dino's... Of, die overal de tuin heen rennen. Ja, precies. Nee. Dat is dus allemaal niet aan de orde. Hè? Ja. Het is gewoon op 6 locaties staan ze. En dan kun je ze vinden. Ja. En dan die 7e bij het museum zelf natuurlijk. Ja, precies. Maar denk je niet dat want je zegt, hè, we willen ook nieuwe mensen aan. Als kinderen het één keer gedaan hebben, dat ze denken, ja, ik heb het nu gezien. Ja, maar als je het dan vergelijkt met de Efteling, wat onvergelijkbaar is waarschijnlijk. Maar ik bedoel, daar gaat de vliegende tapijt ook nog hetzelfde als 50 jaar geleden. Ja. Omdat elke keer andere mensen zijn die er naar komen kijken. Ja, hè? Ja, ja, ja. Kijk, en alleen wat er nu een beetje speelt is natuurlijk dat de Bokselse jeugd, die vindt dat fantastisch. Alleen die hebben het over 3 weken inderdaad wel gezien. Ja, ja. Maar daar is hij ook niet in beginsel voor ontwikkeld. Nee, het is echt gewoon mensen buitenaf ook, hè, die denken van, hé, hey, papa, mama, ik heb dat gezien, ik wil ook die dino gaan vangen, laten we dat gaan doen. Vet. Van de 75.000 bezoekers van afgelopen jaar, betalende bezoekers van het Oertijdmuseum, komen er 25.000 uit Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, maar 50.000 van verder weg. Echt? Ja. En de grap van het museum is, serieus? De grap van het museum is dat het eigenlijk een verblijfsduur heeft van 2,5-3 uur en dan heb je het gezien. Ja. Dus met andere woorden, die mensen komen uit Nijmegen, Arnhem, Maastricht, Vlissingen en die hebben allemaal een halve dag over. Ja. Dus de potentie om ze naar het centrum te krijgen is er wel degelijk. Ja. In tegenstelling tot een pretpark waar je de hele dag je kan vermaken. Ja, precies. Ja. Is het iets unieks in Nederland eigenlijk? Ja. Het is voor de eerste keer dat zoiets is neergezet. En dus dat maakt het natuurlijk wel ontzettend leuk. Ja, ja. En ook wel spannend. Ja, heel spannend. Of er dadelijk gewoon echt gigantisch veel mensen op afkomen. Nou, jij zegt, je zorgt voor de communicatie, et cetera. Hoe ben je dat gestart of begonnen eigenlijk? Hoe ben je daarin in gedoken? Op een gegeven moment hebben we gekeken, oké, wat hebben we... zoiets is altijd, heeft te maken met budget. Oké, dit is het budget. Oké, dan kunnen we deze dingen kunnen we realiseren. En dat hebben we ook gedaan. En daar zijn we eigenlijk wel een stukje overheen gegaan met z'n allen. Om maar gewoon te zeggen, nou jongens, want het moet nu wel gebeuren. Ja. Dus hebben we gewoon van alles en nog wat vervaardigd en ook uitgerold. Ja, want we hebben verder gevraagd met zijn expertise voor dat gedeelte van het traject te doen. En zoveel als hij eraan gedaan heeft, is hij eigenlijk hoofdsponsor geworden. Ongewild. Maar goed, dan horen we bij. Maar is het een bewuste keuze geweest voor jullie om zo'n appontwikkelaar bijvoorbeeld uit het noorden of aan te schrijven? Nee, maar dat was de enige die er ervaring mee had met de dino-actie die ze bij Albert Heijn een aantal jaar geleden hebben gehad. Daar was hij ook al bij betrokken. En die had al die know-how in huis, die jongens. Ja. Ah, ja. Oké. En de reden dat hij met Groningers werkte, was omdat als je met echt in de Randstad blijft hangen, dat dan inderdaad die tarieven om zoiets te maken heel veel hoger zijn. Ja. Groningers, hè? Ja, maar dat verschil is echt inderdaad heel groot geweest. Okay. Dus we hebben ook fantastisch gewerkt. Oké. Goed. Ik wil heel veel succes wensen met jullie app. Dat maar succes mag zijn. Het is al nog meer mag worden. Geuring moeten we hebben. Extra mensen naar het dorp. Ja. Dankjewel. Oké, jouw bedankt. And I'm gonna go back to the music.
Oh, ik ga deze even hier. Because... Oh, I'm gonna take the microphone. Oh, okay, this one. You were in the opening, exactly. What's your name? Because I didn't see you. My name's Pete Riley. Pete Riley? Pete Riley. I'm the father. I'm the older version of Shimona. Okay. That's what it is. Okay, and where are the other guys now? They're in the green room. This your moment of fame now? This is my moment of fame, yeah. It's the big moment. Wow. The guys are really good. I taught them everything they know. Yeah? Yeah. You're sort of godfather for them? Yeah, I'm looking after them and making sure everything goes okay for them. Yeah. And they've been showing me a few things as well. How is it for you now to be here in Holland? It's good. Yeah, we flew over a couple of days ago and we're having a great time. We're getting looked after by AJ and Judith. They're spoiling us rotten. And we've played some great shows up to now. And we're looking forward to playing the rest of the week. Yeah. A couple of the shows are sold out, so it's good. Great. Yeah. Really great. And you told, it's your son. It's my son. We just saw. Are they friends or how did they start the band? They started at school when they were like 14, 15. And they've been playing for the last 4 or 5 years in the UK, doing festivals and stuff like that. And now they're just kind of spreading their wings and ventured out into further places. Okay. Ik weet niet of thuis mensen het allemaal kunnen volgen, maar... Nou goed, ze zijn in ieder geval op school begonnen ooit. En nu zijn ze hun vleugels aan het uitgooien naar de rest van de wereld. I just translate to the viewers. Actually. Okay. Yeah, a little bit. Okay. A little bit. Was it good? Are you proud at your son? Oh, yeah, totally. Yeah, myself and his mum, Alison, are really, really proud. I've just been taking pictures in the green room of them on the TV while they were playing. So I can send back to Liverpool. Oh, and everyone great. In Liverpool will be like, yeah. Oh, wow, great, great. So what are you going to sing for us? I'm going to sing a song, one of my songs, a song I wrote called King of Nothing, which is on an album a couple of albums ago, because I'm getting bored of singing all the new songs off the new album. So I'm going to sing an old one. You go back? Yeah, you know, you can dip into old albums, and that's the beauty of playing acoustically solo. You don't have to work the songs in with a band. Yeah. You can literally decide on the moment what you want to play. And you wrote them there yourself, or not? Oh, yeah, yeah. They're all written by myself. Yeah, so sort of self-penned songs. But that's difficult, actually, I think. Where's the? How do you get the inspiration of it? Well, for me, it's not, because it's the only thing that I can do. I'm absolutely useless at everything else. But I know, for some reason, I know to express my problems in the form of songs and lyrics. But if you ask me to, you know, I don't know, fix a car or fix a roof or something, I'm hopeless. So this is the only thing I know how to do, and I've managed to make a living for the last 20 or 30 years, so, you know, it's good. So, and the guys told us tomorrow you go to Amsterdam. You also go with them, or you, yeah, you're like, no, guys, go? Well, I don't know. See, I need more sleep than them. Because they're like, you know, 20, 30 years younger, four times skinnier, more hair, and 10 times more pretty. So I need as much sleep as I can get. When you get to my age, you know, it's a big deal just coming out and playing one song these days. Okay. I'm kidding. We're very honored you're here. All the way from Liverpool. Yeah, me too. So I wish you luck. Thank you. Thank you. Distracted by the overkill, it's written on your face that you don't have to give yourself, you don't have to feel the shame. I'm counting down the numbers, you're playing different time. All come back to haunt you, 'cause there ain't no place you can hide. Lay my hands in the dirt, but
is this more than I deserve? But you can keep your crown for what it's worth. King of nothing, the king of nothing, I'm the king of nothing. They're crawling out the woodwork to climb inside my head, but they've been living in my pockets, sleeping in my bed. 'Cause in a million conversations, no one's making sense. It's just another good luck situation, but that don't make no difference, no, no. Lay my hands in the dirt, 'cause is this more than I deserve? 'Cause you can keep your crown for what it's worth. King of nothing, king of nothing, I'm the king of nothing. The path that I must take will lead me to despair. When I'm a million miles away and no one even cares. Oh yeah, 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 yeah. King of nothing, oh, the king of nothing, yeah, the king of nothing, 'cause I'm the king of nothing, yeah, and I'm the king of nothing, yeah. Ja, en ik heb hier twee hele mooie cd's, Shamone with Fly en ook een cd van Pete Riley die we net hoorden. Wil je nou meer informatie? Neem even kijken op onze website www.omroepdommeland.nl. Misschien staat het eronder wel. Daar kun je ook trouwens terecht voor meer informatie, want wij zijn op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het jou nou leuk om als redacteur te komen werken bij de lokale omroep of als cameraman en mee te gaan met presentatoren op locatie? Meld ze dan even aan bij onze website. Stuur een leuk mailtje of stuur een filmpje van jezelf en waarom je dat zo graag zou willen. www.omroepdommeland.nl. Het was dinsdag 27 juni. We hebben het gehad over dino's vangen in Bokstel. We hebben het gehad over Barbeek Lot, die 50 jaar bestaat, de 29ste van deze maand. En onze eigen Albert Heijn in Bokstel, die enorm veel succes heeft met hun filmpjes online. Ik wens je een fijne avond. Niet veel chips eten, slaap lekker.